Vandaag maakt Roger van Damme heerlijke Thaise lumpia's. We smeren onze bokus en dekken de tafel voor verfijnd tafelplezier. We hebben hier hele leuke lantaarns. We maken kennis met een bijzonder varkensras en drinken een hartverwarmend kopje koffie. Maar eerst tovert Jan Tournier een heerlijk sausje uit zijn mouw. Honger is de beste saus, wordt wel eens gezegd. Maar geef toe, een gerecht met een lekkere saus doet pas echt eten. In deze rubriek trekt Jan Tournier alle registers open en maakt hij elke keer een geweldig sausje om duimen en vingers bij af te likken. We gaan vandaag een witte saus maken, zoals we ze allemaal kennen. Door middel van een bechamel. Maar we gaan ze toch net iets anders maken. Dus we gaan beginnen met de roux te maken. Boter en bloem. Die boter die mag gewoon smelten, die gaan we niet bruin laten worden. Dat is absoluut niet de bedoeling. Anders krijg je een bruine roux en dat wordt meer gebruikt voor bruine sauzen. En het wordt dus vandaag degelijk een witte saus. Dan gaan we de bloem erbij doen. Roux is altijd 50-50. Dus half boter, half bloem. Goed onder elkaar mengen. En dan gaat het zo'n dik papje vormen. Kan je allemaal zien. Dat is perfect. Een beetje op vuur zetten. Normaal gesproken zou je zeggen van, kijk, we laten die goed drogen. Maar in principe vinden we dat niet echt nodig. De bloem moet wel gaar zijn, uiteraard. Maar als het er zo'n beetje uitziet, dan ga je zeker een binding krijgen. We gaan daar visgourmet bij doen. Voilà. En dan gaan we dat dus nu aan de kook laten komen. Goed kloppen, dat de roux goed gemengd is. En dan ga je zien, naarmate dat de saus begint te koken, dat de saus automatisch begint te dikken door middel van de roux. Dus ik heb dat nu vandaag met visgourmet gedaan. Zeg je van, ik wil dat met gevogeltefoon doen, met melk. Weet ik veel, dat is dus allemaal mogelijk. Ik kan ook met kallesfoon doen. Maar dus vandaag, omdat ik een stukje vis ga nemen, gaan we dat zeker met visgourmet doen. En een klein scheutje melk aan toevoegen. Je begint ook te zien dat de saus lichtjes begint te dikken. Dat is dus perfect. Ik ga het ook even aan de kant zetten. Neem ik een stukje kabeljauw. Ik ga het een beetje droog deppen. Ik ga er ook een klein beetje bloem op doen, dat die zeker niet aanbakt. Dan gaan we de vis bakken. Terug naar de saus. Ze is nu al een klein beetje gebonden, zie ik. Nu ga je er een klein klontje boter bij doen. Geeft altijd een beetje extra smaak. Een beetje gezouten boter. Ik ga nog even opschuimen. Onze vis kunnen we stilletjes omdraaien. Ik heb hier een beetje bieslook en lenteui bij. Heel lekker. Voilà. Tomaat concassé. Ga ik er een beetje van bij doen. Ga er enkele mosterdjes in doen. Dan krijgen we dus eigenlijk van onze bechamel, met onze roux, krijgen we eigenlijk een ostendijs. Zo kun je eigenlijk een soort klassieke saus. Maar die hebben we dus vandaag net iets verfijner gemaakt. Dat ziet er al vrij mooi uit. Final touch bij onze saus is een beetje olijfolie. Ik ga ons bordje erbij nemen. Voilà. Onze vis er mooi inleggen. En dan hebben we hier onze bechamel, klassiek. Daar hebben we even een moderne ostendijs van gemaakt. En je ziet het, niet te dik, heel mooi. Voilà. Klein pakje groen erop. Voilà, kabeljauw met een moderne ostendijs door middel van blanke roux, alsjeblieft. In deze rubriek maken we kennis met culinaire ambachtslui. Vandaag brengen we een bezoek aan de bijzondere varkens van Stefaan Lambrecht. Zijn bedrijf creëerde met Duke of Berkshire een compleet nieuw varkensras. Goede genen, plantaardig eten en een uitgekiende verzorging leveren een iets vetter, maar smaakvol stukje varkensvlees op. Dus dat zijn de moeders van de Duke of Berkshire, die dus gekruist worden met een Berkshire bier binnen een paar weken. Gaan zij een bigsjes werpen en dat zijn de Duke of Berkshire's.
Duke of Berkshire komt eigenlijk van het Berkshire varken. Het is een oud-Engels varkensras dat heel lang geleden gekweekt geweest is. En dat was gekweekt puur op smaak, maar puur ook op vet. Dat zijn de vaders, de Berkshire varkens. Die beren zijn heel belangrijk omdat zij de authenticiteit van de smaak geven. Je ziet, dat, je ziet het schuim op zijn mond, hij wil de zuigen bevruchten. Het is echte natuur. Hij heeft goesting. Wij hebben ervaren dat het beter was van toch wel iets minder vet te gaan kweken, maar toch de smaak te behouden. We hebben daar testen gedaan op de pure Berkshire en de Duke of Berkshire. En we hebben ervaren dat de topkoks eigenlijk de Duke of Berkshire verkiezen omwille van de optimale samenstelling vet, vlees en met behoud van die perfecte smaak. De smaak verkrijgen wij door het feit dat het vet intramusculair zit. Dus het zit licht in het vlees verweven, maar blijft aan heel lage waarden. Dus dat beetje vet die in het vlees zit, is heel beperkt, maar het geeft toch een excellente smaak. Hier, dat is een schoutsnier. Het Berkshire varken is op zich een zwart varken, waarbij dat we dus witte pootjes hebben, wit staartje en een witte snoet. Maar wij kruisen eigenlijk die Berkshire vader met een antras zuug, waarbij dat we dan eigenlijk de dominante kleur van het witte kleur van de mama meekrijgen. Want dat maakt dat de Duke of Berkshire eerder witte varkens zijn met een percentage die nog altijd een vlekte kleur hebben. Dus de varkentjes die we dus hier gaan zien zijn ongeveer een 55 kilo en zijn nu ongeveer een 4,5 maanden oud. Ze zijn gehuisvest in een heel ruime stal. Ze hebben heel veel ruimte. Op stro. Ze spelen daar graag mee. Ze eten dat ook op het stro. De huisvesting van de Duke of Berkshire is toch meer en meer in grote, ruime stallen met heel veel volume, met heel veel zuurstof. En die worden met heel veel liefde opgekweekt tot een heel lekker stukje varkensvlees. We krijgen toch wel veel vraag van topkoks. In Engeland hebben we er verschillende, Hakkasan. Er zijn allemaal sterrestaurants die met ons varken werken. Maar uiteraard heb je altijd heel lekker het haasje, de carré van het varken. Bij ons komt dat om de 2 weken op tafel. We eten gevarieerd en Duke of Berkshire hoort er ook bij. Wie graag kookt voor vrienden of familie doet er alles aan om de lekkerste creaties op tafel te toveren. En ook die tafel kan je creatief en spannend maken. Van een schoon tafel alleen kan je niet eten, zegt het spreekwoord. Maar ze is wel leuk om aan te schuiven. Weer wat gasten onderweg naar hier, dus zorgen voor een leuke tafel om aan te gaan zitten. Ze mag een keertje wat feestelijker zijn, maar het moet niet saai zijn. Dus we gaan wat origineel zijn, think out of the box en gaan voor een feerieke feesttafel. Dus wat we doen is gewoon een eenvoudig wit tafelkleed. Daarop gaan we een roze loper leggen en die roze loper die gaat alles van decoratie mooi in die middenstrook bijeentrekken. We gaan voor heel wat natuurlijke elementen, zoals het patroon van een varen, fris groen op het roos, trendy, maakt direct een eyecatcher van je tafel. Dus we gaan nu verder werken met onze borden. En die borden passen perfect in het thema vanwege hun organische vorm. En ja, ze zijn niet perfect hier en daar, zo'n lijntje dat toch wel wat verf heeft gemist, maar dat maakt het net zo mooi. We gaan onze servetten in de borden leggen. Nu, de meesten hebben waarschijnlijk een bestek met zilveren lemmet en zilveren vork, omdat we straks gaan werken met koper. Gaat een beetje botsen in kleur, gaan we ons bestek verstoppen in de serviet. Wijnglazen, hier zit zo'n klein belletje in, die het allemaal ook een beetje frivool maken. Nu hebben we de basiselementen van onze tafel, borden, bestek, glazen. Het is de bedoeling om net iets meer te doen, dus nu gaan we hier in het midden onze volledige decoratie plaatsen. Een terrarium. Nu heb je geen terrarium, kan je daar gemakkelijk een glazen windlicht voor gebruiken of een vaas. En daarin gaan we eigenlijk een leuk spel maken van een combinatie van allemaal vetplantjes. Verschillende formaten maken het allemaal wat dynamisch. Verder gaan we hier nog tussen wat vaasjes zetten. Alles in doorschijnend glas om het transparant te houden. We hebben hier hele leuke lantaarns. Ook weer in die mooie koperkleur wordt een rode lijn doorheen ons verhaal. Leuke plantjes die we erbij gaan plaatsen. We zetten ze kriskras doorheen de tafel.
Om het allemaal nog een beetje kleur te geven, hebben we nog een paar prachtige kandelaars. Ook weer met die kleuraccenten in poedertinten. Deze zijn heel leuk. Waarom net? Je zit met een kandelaar die in het glaswerk zit, maar er rond kan je nog van alles bij steken. Verder hebben we nu eigenlijk een hele mooie tafel met leuke elementen, maar we missen misschien nog net zo dat fleurige accentje. Dus gaan we daar wat bloemetjes bij verwerken. Een fijne boodschap voor tijdens de feesten, altijd leuk. En dan op zo'n tafel mag je wel een uniek accent, een eigen gemaakte kaarsentaart. Heel eenvoudig te maken. Je bindt gewoon een hoop kaarsen bij elkaar met een rekker. En dan gaan we met een lint de rekker verbergen. Mag je dan nog wel een trendy drankje hebben. Een lekkere tonic voorbij je gin. In de accentkleuren uiteraard. En dan is het enkel nog de kaarsen aansteken en onze feesttafel is helemaal klaar. Gasten kunnen komen. Als je nu denkt van over het einde jaar wil ik ook wel zo'n tafel en toch wel iets meer die kerstsfeer meegeven, dan ga je er hier en daar een klein witte kerstroos tussen vermengen. Wat kerstballetjes hier en daar, een glittertje. En feest maar. Wie elke dag bokus meeneemt voor de lunch, kent misschien wel deze hamvraag. Wat leggen we vandaag tussen onze boterham? Dus geven we in deze rubriek een beetje inspiratie voor een lekker thuisbelegd broodje waar iedereen wat graag de tanden in zet. Vleesbeleg. Dus eigenlijk gewone dingen. Confituur, siroop. Preparé of ham of kaas. Ik leg er charcuterie tussen. En soms ook al eens een bladje sla. Ja, ik zie er fruit tussen liggen. Is dat heel lekker. Een paté en sla. Ja, dat ziet er wel lekker uit. En peren, denk ik. Ja. Als ik boterhammen smeer, dan is dat meestal met iets zoets. Ik ben een zoete bek, dus ik heb graag confituur of boterhammetjes met choco. Het ziet er wel lekker uit, hè? Het is lekker en toch een beetje zoet, maar ja, het smaakt. We kennen Roger van Damme vooral als meester patissier. Maar behalve van zoetigheid houdt Roger ook ontzettend veel van de Thaise keuken. En na heel wat culinaire reizen en workshops in Thailand, laat hij ons graag kennis maken met enkele klassiekers uit het land van de glimlach. Sabadikaap! Vandaag maken we garnalen lumpiatjes. Nou, die lumpia die wij vandaag gaan maken, is een lumpia met glasnoedeltjes in, garnalen. Nou, het allereerste wat we gaan doen, is de glasnoedel bewerken. Ons water kookt en dan gaan we dit op onze glasnoedel schieten. Terwijl dat dit nu rustig kan weken en zacht worden, gaan wij verder met die vulling. Ik ga beginnen met een garnaal te pakken. Kop ga ik verwijderen. En zo'n kop moet je niet weggooien. Hè. Hou die desnoods bij je in de diepvries. En dan kun je een lekkere schaaldierenjus maken. Altijd heel belangrijk, als je zo'n garnaal gaat gebruiken, snijd hem aan de bovenkant open en haalt het darmkanaal eruit. De garnalen gaan we fijn snijden. Hier gaan we tal van andere kruiden aan toevoegen, zodat we een lekkere mengeling maken. Ondertussen kunnen we ook al een pan met olie op het vuur plaatsen, want dan kunnen we ze gelijk frituren. Sojaolie en zorg ervoor, laag vuurtje, 160, 170 graden zal strekt voldoende zijn om die lumpia mooi goudbruin af te bakken. Wij gaan verder met onze mengeling, onze garnalen. Dan gaan we er ook wat look bij doen. Voilà. Natuurlijk. Lekker shallotje, een echte Thaise shallotje. We hebben in België ondertussen verschillende Thaise winkels waar je alles kunt halen. Ook wat sojascheutjes. Als je dan s'avonds naar die avondmarkten toe gaat, dan moet je eigenlijk met een tuk-tuk gaan. Een tuk-tuk, wat is nou een tuk-tuk? Zo'n wagentje met een brommertje waar je van achter in zit.
In sommige delen van Thailand doen ze het nog met de fiets. Kruiden doen ze in Thailand vaak met vissaus. Vissaus is een vervanger voor zout. Een klein beetje bij doen. Niet te veel, het is heel sterk van smaak. Dan een klein beetje lichte sojasaus. Het is niet de Japanse sojasaus. Ook een worteltje. Ik kan er ook wat gedroogde paddenstoelen nog bij doen. Die gedroogde paddenstoelen die hebben we geweekt. Naar wolkenoor paddenstoel, zo heten ze eigenlijk. Dus volgens mij ook een soort familie van een soort shiitake champignons. Zo eigenlijk die typische champignons die daar voornamelijk gebruikt worden. Ik ga er ook een klein beetje palmsuiker nog bij doen. In combinatie met vissaus is palmsuiker zeer lekker en dan een klein beetje limoensap erbij en dat is perfect. Voilà. Onze geweekte glasnoedels gaan we er ook nog bij doen. Niet te fijn. En dit is onze basis dat we gaan gebruiken om onze lumpia's op te vullen. Nou, lumpia vellen hebben we nodig en lumpia vellen die koop je van tevoren in de Thaise winkel. En dan leg je ze in de diepvries en als je ze nodig hebt, haal je ze een dagje van tevoren uit. Leg ze in de koelkast, zodat ze mooi rustig kunnen ontdooien. En dan het allerbelangrijkste, vanaf als je ze uit de verpakking haalt, dan zorg je ervoor dat er een vochtige handdoek op ligt. Die vochtige handdoek die zal ervoor zorgen dat ze niet gaan uitdrogen. Op het moment dat ze nog bevroren zijn, dan trek je ze kapot. Dus altijd zorgen dat het goed ontdooid is. Niet te veel vulling erin doen, hè? Want anders krijg je niet mooi krokant. We gaan onze lumpia's frituren. En op die avond, Marten, dan zie je de mensen ook gelijk ermee bezig. Dan doen ze à la minuut voor je maken. En als je dan ziet hoe snel dat ze dat kunnen. Ja, en ze worden echt met honderden worden ze gewoon verkocht. Ze frituren een hele grote wok vol. En dan worden ze uit het vuistje met een klein beetje dipsaus worden ze opgegeten. Voilà. Mooi gefrituurd totdat ze goudbruin zijn. En dan heel belangrijk, een stukje papier in de pot. Zodat het overtollige vet dat aan de buitenkant van die velletjes zit, dat er af kan gaan. Sausje erbij. Klein beetje groen er nog bij. Kijk aan, hier ben ik nu echt trots op. Zelfgemaakte lumpiatjes. Dat moeten jullie ook eens proberen.